Nu hebben we wel een mooi kaartje, jongens. We hebben een mooi kaartje. Maar eerst even terug naar deze Diglett. Volgens mij is deze aan het poepen of zo. Yo, Nintendo fans! Ik heb weer een keer zin om Pokémon kaarten uit te gaan pakken. Dus ik heb niet één tin, niet twee tins, maar drie tins met in totaal 12 pakjes. Het zijn tins van Sylveon, Espeon en Umbreon. Laat even in de reacties weten welke van deze drie Pokémon jouw favoriet is. En like en abonneer. En dan gaan we ze uitpakken. Mijn favoriet van deze drie is natuurlijk Umbreon. Hoe meer Umbreon kaartjes, hoe beter. Dan hebben we natuurlijk ook de Espeon promokaart. Deze vind ik best wel cool. Deze kleuren zijn heel nice. Het roze-paarse van Espeon en dat groene op de achtergrond vind ik heel tof. En dan hebben we nog een Sylveon kaartje. Ja, en alle Sylveon kaartjes zijn gewoon een en al vrolijkheid. We hebben 6 pakjes van Brilliant Stars. 3 pakjes Fusion Strike. En ook 3 pakjes Chilling Rain. En daar gaan we mee beginnen. Deze codekaart mogen jullie weer hebben. En we beginnen met een Water Energy. We hebben Celio, Melanie, Wurlipede, Weedle, een Clobobus, Mareepy, Ralts. Dan hebben we Castform, de Rainiform, de Reverse Gladion. En als laatst hebben we Banette. Ik heb Banette wel eens een keer gebruikt. Banette vind ik best wel cool, maar ik heb hem eigenlijk nog nooit gebruikt. Tweede pakje Chilling Rain begint met Fire Energy. Rapid Strike of the Scroll, Scroll of the Skies en Dynatree Hill. Steenie, Vincent van Gogh Art, zoals we die al vaker kennen op kaarten. Een Blitzel, Gastly, dan Koffing. Deze twee geven echt van die oldschool herinneringen samen. Gastly en Koffing, beetje de bad guys uit de eerste generatie. Delivered, nou dat is bepaald geen bad guy, dat is een hele vrolijke vogel. Een Farfetch. Dit is een zagrijnige vogel. Wel een leuk kaartje trouwens. Deze vind ik wel cool. De reverse is Furfrou. En als laatste hebben we dan een Abomasnow. Snel door naar het derde pakje. In iedere tint zit dus één pakje uit Chilling Rain. En we gaan kijken wat er dan in het derde Chilling Rain pakje zit. Weeding Gloss hebben we. Avery hebben we. We hebben Inkay. Wat is dit? Is het sushi? Nee, het is geen sushi. Het is wat anders. Een Rockruff die in de sneeuw aan het spelen is. Opnieuw Gastly. Ledibba. Porygon. Een Reverse Diglett. En als laatste hebben we... Nu hebben we wel een mooi kaartje, jongens. We hebben een mooi kaartje. Maar eerst even terug naar deze Diglett. Volgens mij is deze aan het poepen of zo. Anyway, het laatste kaartje is... Galarian Articuno. Heel vet. De V-kaart. Hoppakee, pool nummer 1. Hier zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Galarian Articuno. Ik wil eigenlijk Galarian Moltres. Die vind ik nog veel toffer. Oké, jongens. Fusion Strike. Het eerste codekaartje is weer voor jullie. En hier kan echt een hele vette Gengar in zitten. We beginnen met de Crossiver. Sydney. Een Battle VIP Pass. Een Vulpix. Melton. Toxel. Ja, leuke art. Wat is dit trouwens? Dat is een pokebal, maar die is open of zo. Lijkt ook alsof die in een circus zit of zo. Arme Toxel. De volgende is een Staryu. Mawaw hebben we dan. Een Farewell Bell. En als laatste hebben we... Ah, Electros. Die hebben we echt al heel vaak gehad. Tweede pakje Fusion Strike. Hebben we een Fellings. Een Simisage. Dancer. Nog een Fellings. Oh, er zijn twee verschillende kaarten, joh. Felix zit er gewoon twee keer in. De volgende is Marpeko, die boos is. Smeargle, wat ik trouwens een vet kaartje vind. Quillfish. Dynamo, Clobobus Reverse en als laatst Oricorio. Oké. Ja, dan zal het derde pakje wel weer het goede pakje zijn. Fighting Energy, Power Tablet, Beware, Dracloak, Onix. De volgende kaart is Tootle, dan Shroomish en Klefki, Trubbish. Hoe kan je van een Trubbish kaart een vrolijke kaart maken? Nou, zo. Superleuke kaart. Melmetal is de reverse. Super cool. Een vette kaart. En als laatst. Het is een goede pool, maar deze hebben we ook echt wel heel vaak. Toxtricity, Holo Rare. Brilliant Stars, jongens. Daarmee gaat het gebeuren. De eerste codekaart is voor één van jullie. Dan beginnen we weer met de Fighting Energy. Birtic en Entropius, de Rosine's Backup. Baltoy, Snorunt, Nosepass. Niet zulke hele boeiende Pokémon. Dedenne vind ik op zich wel een leuke Pokémon. Dan hebben we Pikachu, Reverse Corphish en... Oh, Empoleon Holo Rare. Weer een Holo Rare kaart. Nou, het begint al een klein beetje de goede kant op te gaan. Maar het is nog niet de beste kant, de kant die we hopen. Geef mij maar gewoon een Charizard. Oké, jongens. Een Electric Energy. Weavile. Een Fracture. De Café Master. Grimer. Shinxie.
Bidoof, beste Pokémon ooit. Electabuzz, Hawlucha, Wormadam en als laatst een Lapras. Ja, wel hele vette Pokémon, hè? Wel een mooi kaartje ook. Maar ik wil nog steeds Charizard. Of een andere toffe Full Art kaart vind ik ook helemaal prima. Double Turbo Energy, Probobass, Primplup, Riolu, Starly, Milkery, Carablast, Clefairy, Magmar Reverse. Dit is wel een leuke reverse om te hebben. En als laatste... Scavalier. We hebben nog 3 pakjes, jongens. Hiermee moet het gebeuren. Daar gaan we, jongens. Hitmontop. Magma Basin. Crawdunt. Chimecho. Gibble. Een Turtwiki. Trapinchy. Pimplumpy. Starmie Reverse. En als laatst, nu hebben we wel wat moois. Een Aggron VMAX Full Art. Kijk, Aggron, jongens. Nu begint het wel een beetje te komen, eindelijk. Hij is niet zo heel veel waard. Maar hey, het is wel gewoon een leuke pool om erbij te hebben, toch? Vette Pokémon. 2 pakjes te gaan. Let's go, jongens. Beartick. Rosine's Backup. Floatzel. En een Bwizzle. Die kunnen we dan gelijk spelen. Gibble hebben we dan. Trapinch. Castform. Throw. Ik zie weer wat moois zitten, jongens. Bwizzle is de reverse. Wat is het moois nu dan? Het is een Whimsicott V-kaart. Lekker, jongens. De pools beginnen eindelijk te komen. Dat is bijna altijd. Het einde van mijn video's met Pokémon kaarten zijn bijna altijd het best. Whimsicott V. Nou, het is toch een derde pool. En dan hopen dat de allerbeste pool in dit pakje zit. Hey, we beginnen in ieder geval weer met zo'n gekke V-star kaart. Dan hebben we hier Starmie, Cynthia's Ambition, Charon's Care, Chimchar, Mincino, Baltoy, Snorunt, Nosepassy, Ecarola's, ik vergeet altijd haar naam, Acerola's Premonition en als allerlaatste in deze video is een Clefable. Maar toch hadden we wel wat mooie pools, namelijk deze Whimsicott V, Aggron VMAX natuurlijk, en ook deze Galarian Articuno V. Als promo kaarten kregen we deze Sylveon V, een Umbreon V en een Espeon V, dus dat is ook niet verkeerd. Maar ik zou niet zeggen dat dit mijn €75 waard is. En zo gaat het soms met Pokémon kaarten. Maar als jij mij meer Pokémon kaarten wil zien uitpakken met nog betere pools, doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jou gewoon bij de volgende video. Mazzel!